Eens kijken wat er met u scheelt. Hè. Ik denk dat ze een fractuurtje heeft aan haar poot. Ik heb haar al pijnstillers gegeven, maar ik denk toch dat ze moet behandeld worden in een dierenkliniek. Nou ja. Het is goed dat u naar hier gekomen bent, juffrouw... Reineboom. Maar zeg maar Nathalie. U kent er precies iets van, juffrouw Reineboom. Ik ben er gerust in dat je hier de weg vindt. Zal wel lukken. Eddie? Eddie? Zeg eens, meneer de directeur. Nathalie, dit is Eddie, onze man van het onthaal. Eddie, dit is Nathalie. Zij wordt waarschijnlijk onze nieuwe collega. Hallo. Hallo. En bij problemen kan je altijd terugvallen op Eddie. Alle geluk dat er iemand is om op terug te vallen. Een prachtkerel. Goed. Juist, ik heb je nog niet voorgesteld aan je nieuwe werkpartner. Loopt die even mee. Dit is de kooienafdeling. Deur dicht en licht uit! Willem, wat gebeurt er hier allemaal? De grasparkiet is los. Blijf even staan, ik heb hem bijna. Willem, wat gaat u doen? Willem! Meneer de directeur, ik... Dit is nu Willem. Je zoekt met andere woorden dus gewoon een babysit voor die Willem. Wie weet wanneer ik nog een nieuwe kans krijg. Ik weet het toch niet, hè. Als we ons nest willen bouwen, dan hebben we dat inkomen wel nodig. Ik vind dat maar niks, eerlijk gezegd. Ik ga morgen wel terug. Nathalie, zou je niet beter eerst uw doktersjas daarvoor aandoen? Ha, Nathalie, ik zie dat je al beslist hebt. Fantastisch. Oké, we gaan verdoven. Nee, wacht, wacht. Laat mij maar doen. Ik heb niemand nodig dat mij constant op de vingers zit te kijken. Dit lijkt nog niet echt goed te lukken. Ik wil snel verandering. Ik ben thuis. Ben je zo lang weg geweest? Ik heb de job toch aangenomen. Hoe was uw eerste dag? Grappig, eigenlijk. We gingen een hond kastreren en toen we gingen beginnen, zag ik dat Willem alles had klaargelegd voor een sterilisatie. En we moesten ook een rat opereren en Willem struikelde over de bedrading en hij sleurde me na half dat operatiekwartier mee. En jij vindt dat grappig? Wat vond u een baas daarvan? Moet ik me zorgen maken? Maar, schattige. Geef me nog even tijd, oké? Okay? Is niet beter, dan stop ik ermee.
Willem, zijn je gisteren in de kooienafdeling geweest? Natuurlijk, ja. Ja, ik ben daar elke dag. Was er een hond binnengebracht? Waarom zit ik hier eigenlijk? We hebben die hond gisteren geopereerd. Voedselresten. Voedselresten? Maar hoe kan dat nu? Ik voed er geen dieren die geen eten mogen krijgen. Willem, die hond is bijna gestikt. We weten zelfs niet of dat hem het gaat halen. Heb je het bordje gezien? Welk bordje? Ik weet van geen bordje. Willem, dat kan niet. Ik zweer het. Het hing daar niet. Willem, ik kan niet anders dan je te ontslaan. Victor? Ik kan zo'n zware fout niet door de vingers zien. Er moet toch een verklaring voor zijn? Genoeg! Voilà, hier is ze weer. Ik heb toch gezegd dat alles in orde zou komen. Ik zie jullie dan volgende maand voor de controle. Ja, dat is goed. Juist, ik heb je nog niet voorgesteld aan je nieuwe werkpartner. Deur dicht en licht uit! Dit is nu Willem. Juffrakke, is dat mijn rat? Gaat het? Ça va. Ik heb iets dat je zou moeten zien. Ik vind dat maar niks, eerlijk gezegd. Wie weet wanneer ik nog een nieuwe kans krijg. Ik heb niemand nodig dat mij constant op de vingers zit te kijken. Willem, ik kan niet anders dan je te ontslaan. Ik heb iets dat je zou moeten zien. Ik wou zeker zijn dat alles oké met u was. Iets drinken? Koffie? Eerlijk gezegd denk ik dat jij die koffie beter kunt gebruiken. Zeg gewoon dat ik eruit ga zijn wrak. Dank je. Ik heb Thomas weggestuurd. Dat spijt me. Van de orde. Dokter De Klerk is blijkbaar geschorst. De kliniek is stilgelegd.
Waarom heeft hij dat aan mij? Ik werk daar toch niet meer? Als niemand de kliniek wil overnemen, moet ze misschien definitief sluiten. Wilt je dat ik de kliniek overneem? Dat is nooit maar tijdelijk. Stel je eens voor wat Willem ervan zou denken. Zo zijn. Smakelijk. Dank u wel, dokter. Willem. Het afsprakenschema voor volgende week. Wanneer is mijn afspraak? Dus als ik het goed begrijp, wenst u klacht neer te leggen tegen dierenkliniek Amor Animalium? Meer bepaald tegen Victor de Klerk? Dat klopt.